Het skiseizoen komt eraan. Hoe kan men zich optimaal voorbereiden en het aantal blessures beperken? Jonathan zal u duidelijke voorbeelden geven hoe het seizoen voor te bereiden. Succes! Ja, lieve, dat klopt. Deze oefeningen kunnen we best 6 weken voorhand starten. Zo'n 2 tot 3 keer per week. Let's go! Bij deze oefening is het belangrijk dat je je bekken naar achter kantelt, je knie naar buiten houdt, de rug recht, zodat je de rek voelt in je achterste been. Let hierbij op dat je rug weer recht blijft, dat je je tenen omhoog trekt en dat je de rek voelt in je achterste been. Je knie volledig strekken. Je knie goed naar buiten houden en je rug terug recht houden. Probeer hier je bekken naar achter te duwen, zacht te landen en je knie naar buiten te houden. Nu ga je je armen naar achter zwaaien terwijl je zakt met je bekken naar achter. Dan zwaai je naar voren met de armen. Je kan waterflesjes gebruiken in plaats van gewichtjes. Wanneer je naar voren zwaait, dan strek je de knieën volledig, spring je naar boven, zacht landen en de knieën naar buiten houden. We starten in pomphouding. Je brengt je ene voet tussen je armen. Je gaat volledig recht komen, de knie volledig strekken, opnieuw de knie goed naar buiten houden. Dan ga je langzaam terugzakken, terug naar de startpositie. Zo, nu hebben jullie enkele oefeningen waarmee je aan de slag kan gaan. Je kan deze oefeningen ook doen vlak voor je de piste opgaat, zodat je spieren goed opgewarmd zijn. Have fun!